meer aan heel Almelo schoon. Ja. Van waar die motivatie? Nou ja, we hebben een bericht gekregen via Facebook en via Twente Milieu. Dus ik denk, nou, en bij ons in het bos eindigen we ons dood aan het zwerfvuil. Ik denk, nou, daar moeten ze een stokje ophalen en dan kunnen we meedoen. Is dit de eerste keer voor u? Ja, dit is de eerste keer voor mij. Ik loop alle dagen met een hond in het bos, dus neem een stokje alle dagen maar mee. En zo wordt Almelo weer een stukje schoner. In ieder geval uit het bos. Goedemorgen. Goedemorgen, Eugène van Mierlo, wethouder van Klimaat en Milieu. Ja. Toevallig dat u hier bent. Nou ja, het is niet geheel toevallig. Het is natuurlijk de Nationale Opschoondag. En dan is het juist mooi om hier ook even je gezicht te laten zien. Hier, dit is dé plek voor iedereen om het materiaal af te halen. Om vervolgens in zijn of haar eigen buurt aan de slag te gaan. Ik woon aan de Veverhof en we hebben daar een heel groot speelveld. En daar heb ik dat mijn Nationaal Scoorbaangebied verklaard. Wat is uw motivatie om meer te doen? Omdat ik ontzettend een hekel aan rommel heb. En vuilnis. Wat is nou een stad die helemaal vol vuil? Voor 2 jaar geleden kon je niet meer door de stad lopen. Zo erg was het. Ja, dit is al de 5e keer dat ik meedoe. Dus ik woon aan de havenzaten en ik ga dan dus bij het Kreufkort, zeg maar, daar de boel opruimen. Nou, dat is toch elk jaar wel nodig. Ik heb zelfs een kleine grijper gekregen voor de kleinkinderen. Dus het komt helemaal goed. Jong geleerd, oud gedaan. En dat is het wel, hè. Als ze weten papier niet op straat gooien, dan doen ze het in de zak of het wordt aan oma gegeven. Maar dan leren ze het van jongs af aan. En ik doe dat in mijn eigen wijk ook natuurlijk. Markendijk woon ik zelf. En dan, van daaruit loop ik dan de Rumerslanden op. Sluitersveld heet daar. En daar liggen over het algemeen genoeg. Dus dan kan ik mijn zakje wel vullen. En ik zag wel een mevrouw lopen met een grote vuilniszak. Ik denk, ja, goh. Grote pluim, want ze doet het maar wel. En ja, het is heerlijk om in de buitenlucht dat te doen. Je kan bij de gemeente, met name de locatie aan de Turfkade, gewoon ook je materiaal afhalen. Dus als mensen hierdoor geïnspireerd raken, vooral doen. Meld je en je kan gratis het materiaal meekrijgen. Hesjes, vuilniszakken, grijpers. Ik heb zelfs een hele mooie grijper nu in mijn hand. Die is gericht op kinderen. Die is voor wat lager bij de grond. Nou ja, we hebben aan alles gedaan.